Leuven. Zo mooi. Tiempo aquel, viendo a la distancia, tiempo viendo al interior. Altijd als ik wakker word, dan zet ik mijn cd-speler aan en dan word ik op de Spaanse manier wakker. En dan moet ik altijd, ik kijk altijd even naar mijn foto's. Dan moet ik altijd even terug naar aan Colombia denken. Ik wist altijd wel dat ik geadopteerd was uit Colombia. Mijn ouders hebben de reis naar Colombia georganiseerd, maar ik wist eigenlijk verder niet wat me te wachten stond, wat we daar allemaal gingen doen. Klein broertje, Esteban. Ja, nou is hij 6 jaar. Heel ondeugend. En druk. Maar ik hou heel veel van hem. Het is nu 20 januari 2012 en nu pas besef ik hoeveel invloed het op me heeft. Het is eigenlijk best heftig geweest. Ik besef nu veel meer dan een jaar geleden. Dit is nou de brief van mijn moeder. Die kreeg ik de eerste keer met het cadeautje. Het begint met Kiara Hia, lieve dochter. Hermanas betekent broers. Una hermana, een zus. Mi corazón ya que siempre. Iets van voor altijd in mijn hart of zo, denk ik. Van je moeder, Lucia. Haal ik er een beetje uit. Mijn Spaans is nog niet heel goed, maar ik ben ervoor aan het leren. En ja, Spaans spreekt me natuurlijk extra veel aan, dus let ik ook heel goed op in de lessen en zo. Een paar maanden na mijn adoptie vertelde mijn moeder dat ze een babytje zag langs de weg. En toen kwamen alle moedersgevoelens weer boven van wie kan zijn eigen kindje nou daar neerleggen. Terwijl ik zoveel moeite met mijn kindje had om het af te geven. Dit vind ik een mooiste stukje. Nee, ze vertelde dat ze dat kindje mee naar huis had genomen. En dat een neef dat kindje had geadopteerd. Dan zei mijn moeder zeg maar gewoon dat ik de moeder ben en dat ik niet voor haar kon zorgen en dat jullie dat nou doen. En dat het kindje noemt haar nog steeds altijd mama. Omdat zij als dat kindje heeft geholpen, ziet zij dat als teken voor God dat ik haar ben gaan zoeken. Ik weet nog wel dat ik hier aan het logeren was met een vriendin. En wij gingen altijd van die stomme verhaaltjes vertellen aan elkaar. En zij had iets met allerlei deuren die open gingen in de hemel en zo, of in het heelal. En ik weet niet waarom, maar ik moest spontaan aan mijn moeder denken. En toen viel ik stil en toen moest ik eigenlijk huilen. Maar ja, dat zag ze niet omdat het donker was. En toen kreeg deze nik, boem, kreeg ik een hand in mijn gezicht. En toen voelde ze, ze zegt zo, waarom huil je? Toen had ik dat uitgelegd van... Ja, ik mis mijn moeder, dit dat. En ik heb allerlei vragen. En al die vragen, die heeft mijn moeder toen beantwoord. Toen ik haar zag, zag ik gelijkenissen. En ook van waarom ik nou precies ben afgestaan, weet ik nou. En ja, ik heb er alleen maar positieve dingen mee gekregen. En ik ben toch wel blij dat ik hier ben opgegroeid. En ook, ja... Dat ze mij die mogelijkheid heeft gegeven, want ze wilde toch het beste voor me. En ja, nu kan ik haar helpen in plaats van zij mij. Nu kan ik met haar ook weer een toekomst opbouwen.